Hi en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Railion RN232-9084 locomotief. Het is een BR232 locomotief. Deze heeft ook in Nederland gereden, ongeveer in deze kleurstelling. En het bijzondere hiervan is, er staat nergens op wie de maker is. Ik kan niet ontdekken wat voor welk type locomotief dit is, wie hem gemaakt heeft of wat dan ook. Ik vermoed dat het een RSO of Meccano is. Ik heb al wel eens kunnen zien dat hij overgeschilderd is en dat dit dus niet de originele kleur is. Hier loopt een wat donkerdere band die overgeverfd is, waarbij waarschijnlijk is dit een andere soort rood geweest en hier een bruine of zwarte band. En, de verf heeft hier iets minder goed gepakt en ook zijn er kleine scheurtjes te zien in het Railion logo aan beide kanten. Maar ik moet zeggen dat dit een bijzonder goede paintjob is geweest. Ik denk ook wel dat ik weet van wie dat, ik denk dat het de vorige eigenaar is geweest die dat heeft gedaan. Ik weet ook wie dat is. Hij zei ook, ik heb een spuiterij. Dus ja, om hem open te maken, dit gaat vrij grof, moet je er een blokje uithalen. De hele constructie van dit ding is bijzonder eenvoudig. Dit lijkt een solide blok metaal, maar ik heb natuurlijk al binnenin gekeken om erachter te komen wat voor trein dat het is. Als je deze schroef los weet te draaien. Ik denk dat die doorgedraaid is. Dit zijn allemaal kleine losse metalen plaatjes. Op elkaar gestapeld. Je kunt het hier even kijken. Ja, je kunt het zien. Dus het is niet één solide blok. Een heleboel kleine stalen plaatjes. Deze klikt zich vast en zorgt er eigenlijk voor dat de hele locomotief vast blijft zitten. Want nu kun je vrij eenvoudig de kapper afhalen. En aan de binnenkant hier zie je ook, dit zijn de donkerdere ramen. Maar het komt niet helemaal goed uit met de kleur. Maar je kunt enigszins zien dat het hieronder ook donkerder is dan de rest van de kap. Wat je overhoudt zijn twee identieke aandrijfsystemen, waarvan er deze hier heeft de motor, maar dit is in principe hetzelfde systeem. Vervolgens kun je deze plastic dingen eraf schuiven en kun je deze metalen dingen af laten vallen. En je houdt over de twee draaistellen. Hieronder in de draaistellen zitten contacten, zodat deze metalen pinnen dus ook zorgen voor de stroomtoevoer tussen de draaistellen. En daardoor kan de achterste draaistel kan dus ook dienen voor de pick-up van de stroom. En deze hele opstelling is er eentje die ik nog niet zo heel veel ben tegengekomen. Of eigenlijk nog helemaal niet. Dus erg eenvoudig. Het zit redelijk simpel in elkaar. En toch, ik moet zeggen, best slim. Goed, het is natuurlijk niets vergeleken met de A-merken. Maar als als je dan toch ergens aan een model wil gaan knutselen, zo, deze op zijn plek doen, is dit natuurlijk wel een heel mooi model, volgens mij. Hij zit nog niet helemaal goed aan deze kant, maar hij zit al bijna in elkaar. Het is echt een soort van bouwpakket zoals je dat vroeger met houten onderdelen kon maken. En zo heb je weer een locomotief die toch wat gewicht heeft.
En wel een bijzondere schildering. Het is er het is zeker een uniek model wat dat betreft. Met de custom paint job. Volgens mij kan het gewicht er maar op, ja, het gewicht kan er maar op één manier in. En zo zit hij beter. Er zitten wel wat beschadigingen hierop. Hier zitten deze ronde onderdelen, die zitten hier niet meer. En hij mist aan deze kant een klein plastic stuk, zodat je er iets aan kan hangen. Er is wel mogelijkheid om hier verlichting in te zetten, maar dat zit er op dit moment niet in. En dat zou je er achteraf nog in kunnen bouwen, maar of dat het waard is bij dit model. Eén ding weet ik wel. Hij rijdt wel. Ik zet er nu redelijk wat stroom op. Maar de power pickup werkt dus goed. Op sommige gebieden wat beter dan andere. Dus ja, weet iemand, herkent iemand dit model? Weet iemand wie de fabrikant is? Mijn gok zou zijn Mehano of... de metalen onderdelen zijn losgegooid. Mehano of RSO, een soort van voorloper daarvan. Ik kan er verder niks over vinden online. Ik kan het model natuurlijk ook niet vinden, omdat dit een overgeschilderd model is. Dus ik weet niet hoe het er oorspronkelijk uitzag, maar ik ben er wel benieuwd naar. Ik hoop dat ik het uitgevonden krijg, of eigenlijk hoop ik dat iemand het mij kan vertellen. Mijn zoektocht heeft nog niks opgeleverd. Kijk, nu, dit zijn de metalen plaatjes. Dus mocht dit, ik ga deze dit model verder. Ik denk dat ik het ga verkopen. Mocht dat niet lukken, dan hou ik het voor de onderdelen, waaronder dus deze gewichtjes. Want die zijn altijd wel handig als je een lima wil verzwaren. Goed. Dus mocht iemand enige informatie hebben over de maker hiervan, laat het me weten. De fabrikant bedoel ik, laat het me weten. Ik ben heel benieuwd. Verder bedankt voor het kijken. Subscribe, like, deel. Ik post elke vrijdag een video. Tenminste, dat probeer ik. Dus ik hoop weer een beetje ritme erin te krijgen.